Kijk, hoe vaak is het museum zo druk? Hoe vaak staat er een lekker muziekje op, weet je wel? Wat, 34 culturele hotspots verspreid over Rotterdam openen hun deuren tijdens Museumnacht 010. Kapsalon schilderen, lindy hoppen en pressel nails maken. Er is van alles te doen. Mijn naam is Nadia, ik ben kunstenaar en we zijn hier kapsalon, surrealistisch kapsalon aan het maken. De mensen hier die zijn lekker aan het schilderen. Ik heb ze meegenomen in een surrealistische denkwereld waarin eigenlijk alles kan en een nieuwe werkelijkheid wordt gecreëerd. En het is ook heel tof, want we hebben een soort 4D-experience, want de geur van de kapsalon is ook aanwezig. Want na het schilderen mogen de mensen, die krijgen een heel klein kapsalonnetje om ook te proeven. We moesten met de ingrediënten van de kapsalon iets creatiefs maken. En ik heb nu een boeket bloemen van de ingrediënten van de kapsalon. Ik vind het leuk dat je gewoon weer lekker kind kan zijn, lekker creatief kan zijn zoals dit. Lekker tekenen. Museumdag is een beetje traditie. Dat doen we elk jaar te doen. Als ik er klaar in ben, dan kan ik gewoon wegfietsen naar het volgende hoogtepunt. Ashley is nail artist en is blij dat zij meer gezien worden als kunstenaars. Ik denk met Museumnacht heeft vooral te maken met de diversiteit in mensen, maar ook in kunst. Het wordt steeds meer gewaardeerd en wij worden ook zeg maar thuis in een museumpje, om het zo te zeggen, van onze eigen art in de beauty-industrie. Dus. Ik denk dat het heel gevarieerd is, voor ieder wat wils is. En dit is echt een avond, een evenement, waarbij mensen die normaal gesproken niet een museum ingaan omdat de drempel te hoog is, toch kennis kunnen maken met de musea van Rotterdam. I come to these places during the day and I just love to see it. How the entire atmosphere changes when the sun goes down.